We krijgen te maken met zeespiegelstijging en steeds vaker voorkomende weersextremen, hoosbuien of extreme hitte of langdurige droge periodes. Aan de andere kant zien we ook dat onze regio enorm verstedelijkt. Er wordt enorm veel gebouwd en ook de openbare ruimte staat onder druk. Daar wordt heel veel verharding toegevoegd. Asfalt, stenen. Ja, dan zie je eigenlijk dat het regenwater wat valt geen kans meer heeft om lokaal in die stad in de bodem te zakken. Wat resulteert in meer wateroverlast en waterschade. Tijd voor een slimmere aanpak, zou je zeggen. Als Hoogheemraadschap Delfland hebben we natuurlijk al heel veel geïnvesteerd in allerlei maatregelen om die wateroverlast te voorkomen. Maar in die omgeving van de stad is gewoon de ruimte aan het opraken. En dat betekent echt dat we als waterschap de samenwerking met allerlei partijen die wonen, werken en leven in zo'n stad moeten gaan aangaan om kleine en grote maatregelen in die stad te laten plaatsvinden. Als Delfland hebben we daarom het platform netwerkaanpak Klimaatkrachtig Delfland in het leven geroepen. En dat is echt om actief die samenwerking met al die partijen in de stad op te zoeken. Door kennis en kunde uit te wisselen, projecten na te streven en eigenlijk maatregelen te gaan doorvoeren. Ja, het leuke eigenlijk is op zoek gaan naar dat gedeelde belang. En als iedereen een onderdeel van de oplossing inlegt en het lukt vervolgens, ja, dat is waanzinnig. Zo hebben we bijvoorbeeld 25 groenblauwe schoolpleinen in de regio gerealiseerd. We hebben een actieve samenwerking met tuincentra en hoveniers om de inwoners te enthousiasmeren. We werken met de woningbouwcorporatie samen en zijn daar nu de eerste klimaatbestendige tuinen aangelegd. Met Klimaatkrachtig Delfland hebben wij over 1000 dagen bereikt dat we een beweging op gang hebben gebracht die zo'n kritische massa heeft dat eigenlijk het klimaatactieve handelen in het DNA van alle partners en partijen in de regio zit. Ik geloof er echt in.